Met dit kort filmpje leg ik je uit hoe je een Franse tekst het best oefent. Hiervoor heb ik 5 stappen opgeschreven. Het is dan ook de bedoeling dat je deze 5 stappen in de juiste volgorde uitvoert. Ik zal ze even overlopen. Stap 1. Ik beluister de tekst een keer en volg mee op het scherm of in mijn boek. In ieder filmpje waarin ik een Franse tekst voorlees, zal je ook telkens dit sterretje zien. Dit sterretje geeft precies aan waar we zijn in de tekst. Stap 2. Ik bekijk het groene kader, je comprends, in mijn boek of in het volgende filmpje. Op die manier maak je al eens kennis met de nieuwe woorden uit de nieuwe tekst. Stap 3. Ik loop mee met het filmpje terwijl ik naar de tekst kijk. Stap 4. Ik lees luidop mee met de tekst. En stap 5. Ik zet het geluid lager en lees luidop mee met de tekst. Deze laatste stap moet je meerdere keren doen om de tekst in te oefenen. Alvast veel succes!